Welkom bij weer de allerlaatste aflevering van Robin Hood. En Joost, wie gaan wij aanpakken? Nou, in deze allerlaatste aflevering pakken wij mijn grootste ergernis van Amsterdam aan. De fietsendieven. So, watch out, man. Stap even in het masterplan. We hebben natuurlijk een fietsendief nodig, Joost. Hoe gaan we daar aan komen? Nou, Urban Legend zegt dat je gast gewoon ook kan bellen en een fiets kan bestellen. Maar ja, dan hebben we wel een nummer nodig. We gaan die even zoeken. Ik ben op zoek naar zo'n nummertje voor een fiets. Ik denk dat ik wel iemand weet. Ja? Ja. Mag ik het nummer hebben, please? Ja, super chill. Kijk hoor, dit is. Je moet hem gewoon bellen en dan. Komt hij hem gewoon brengen? Ja. 96. Hey, thanks man. Super chill. Thanks ouwe. Ik denk dat we aan de slag kunnen met ons geniale plan. We kunnen denk ik een afspraak maken met de fietsendief. Dan lopen we hem naar een locatie, komen wij niet opdagen, maar dan hebben we wel een vizier, kunnen we hem volgen. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog een paar dingen nodig om hem echt voor het blok te gaan zetten. Ik ben dus een straatcoach outfit aan het namaken. Voor degene die uit een dorp komen en nog nooit van een straatcoach hebben gehoord. Ze kunnen niet handelen als de politie, maar ze kunnen wel ingrijpen. Dus ze hebben wel een soort van gezag, maar ze kunnen geen boetes uitschrijven. Volgens mij is het tijd om een afspraak te maken. Hé man, hey, ik ben op zoek naar een fiets. Voor hoeveel kost dat? 15. Ken je Waterloopplein? Ik ken Waterloopplein, ja. Daar is een HEMA op de hoek van de HEMA. Zie ik daar. Oké, 4 uur hoek van de HEMA. Ja. Helemaal goed, zie ik je morgen. Hoe voel je? Nerveus. Wel, hè? Ja, dit zijn altijd hele onbetrouwbare mannetjes. We gaan er op hete daad betrappen. Je hebt geen idee hoe zo'n fan erop gaat reageren. Nee, daar ben ik ook zeg maar het allerbangst voor. Op zijn reactie. Want ja, een kat in het nauw, jongen, die maakt wel eens rare sprongen. Ja. Julius en Tim die staan daar. En zodra die fietsendiever aankomt, dan is de kunst om hem dus net zo lang te volgen tot hij bij zijn volgende klant aankomt. Maar het is nu 3:45. Dus hij moet nu elk moment hier zijn. Daar in de verte de hele tijd de gozer met een mutsje staan. Die loopt heel ongeduldig van links naar rechts te kijken. Ik denk dat dat hem is. Ik weet het niet zeker. Yo, er staat daar een gozer met een zwarte muts met een witte streep. Die liep net naar de HEMA, keek even om zich heen. Ze zaten er echt al een hele tijd, zat ik met zijn mobiel. Zie je hem? Dat is hem, hè? Dat is hem. Oké, moet ik hem bellen? Ja, oké. Ik ga hem bellen. Oh shit, oké. Op de hoek van de HEMA? Ja, daar is al een beetje, ja, dat mag. Oké, helemaal top. Ja. Zo, dat was hem niet, hè, Martijn? Dat was hem niet. Hij is nu onderweg. Hij is er met een kwartiertje, 10 minuutjes. We hebben daar met hem afgesproken. En daar staat politie. Het duurt wel lang, hè? Nog een keer bellen. Oké. Hij neemt nog niet meer op. Jo? Hij neemt niet meer op. Hij is de... Hij heeft de politie gezien. Ja, dat is ook echt... Maar waarom staat de politie nou recht tegenover het spot waar wij afspreken? Dit is toch gewoon niet normaal? Ja, dus dit is helemaal kut. Laten we andere nummertjes gaan bellen. Ja, dat is de enige optie. Ik bel voor een fietsje. Ja, maar dit is het verkeerde nummer. Dit is het verkeerde nummer? Ja, klopt. Het is volgens mij wel een kortstaatje gebeld nummer, maar het is niet de juiste nummer. Oké, dan ga ik jou maar er eens laten. Ja, dat is irritant, hè? Dit is toch zielig? Dit is gewoon een meisje met een nummer en iedereen dat zijn fietsendief is. Een meisje? Oké, is goed. Oké, goed nieuws. Plan gaat door. Oké, nou Jul, terug naar je positie. Ja. Luidspreken. Ja, schat, ik ben op doel bij je HEMA. Ja, schat, ik moest. Ik heb nu een afspraak. Ik was al veel te laat. Ik heb een half uur gestaan. Ik ben. Ja, begrijp het. Waar ben je nu dan? Zou ik je tegemoet komen of iets anders? Ja, ik ben net taxi ingestapt. Echt
Die is afgepist. Die is afgepist. En nu gaan we volgen. Wij wachten gewoon heel even, want zij steekt je over. We moeten even die outfitjes hebben. Die liggen in de auto en wij moeten sowieso eventjes... Zij mag ons gewoon geen seconde hebben gespot. Zij mag ons echt niet ergens zien. Ben je er klaar voor? Born ready, baby. Born ready. What's up? Volg haar, volg haar. Ja, ga maar. Ze gaat er verder. Ze is met z'n tweeën zijn ze nu. Echt serieus? Met z'n tweeën? Hou ons op de hoogte. Waar ze is, volg haar. Please, houd een beetje vol. En dan zorgen wij dat wij zo snel mogelijk er zijn. Wacht. Volgens mij is er een andere fiets aan het nakken. Ja. Wat? Is er een andere fiets aan het nakken? Ze is nu een andere fiets aan het nakken. Wacht, ja, kom nu naar de wiel, het gaat snel. Dit is zo bizar. Maar dat betekent dat is iemand anders een fiets heeft besteld. Yo. Zij staat op Beesburg. Maar zij staat daar stil. Oké, wij zijn om de hoek. Gaan we snel even, oké? Staat daar. Ik zie er. Er staat 100% niet op te wachten. Ik kan hier zo niet tegen. Ja, het gaat niet gebeuren. Ik heb zo'n gevoel... Oh, ze... Niet kijken. Ik weet niet wat ze nu aan het doen is. Jongen in de rode jas. Ja, wel hè? Wel hè? Oh shit, hij is een fiets te kopen. Moeten we dat niet doen? Heeft hij geld gegeven? Ja, oh, hij heeft geen geld. Moeten we nu? Gaan we nu? Oké, we moeten nu daar beter aan betrappen. Pardon. Mevrouw, wat zijn we aan het doen? Jongen, kom eens terug, jongeman. Ik ga weer gaan. Wat waren jullie aan het doen? Niks. Niks, hoezo? Ik zie hem net geld overhandigen. Ja, ik ben. Neem aan dat dit een gestolen fiets is. Oké, zoals ik nu opgeef bij de politie deze fiets, dan weet ik precies, zet hij uw naam. Of uw vriendsnaam of iemand die u kent. Wat is het probleem nou, joh? Nou, we zien hem net geld overhandigen. Ja, nou, is voor hond. Is voor je hond. Probeer je net deze fiets te kopen? Eerlijk? Ja, wel? Probeer deze fiets van hem te kopen. Oké, mevrouw, we kunnen twee dingen doen. Ga het geld nu aan mij geven. En deze fiets nemen wij in beslag. En dan? Nou, dan komt u hier heel goed mee weg met een waarschuwing. Dank u wel. Hè? Of kunnen we de politie erbij gaan halen? Ja, dat kan. U kunt gaan, mevrouw. Laat het houden bij een waarschuwing. Wij gaan deze fiets in beslag nemen en ik neem aan dat jij vervoer hebt om naar huis te komen. Ja, de bus moet ik pakken. Zou ik lekker de bus pakken? Is goed, wens ik je een hele fijne dag, jongen. Ja. En hier krijg je nog een melding van ons. Ja, goed. Fijne dag. Goed. Ik ga nu fietsen, jij gaat nu achterop. Joost, boeken. Ja. Dit is zo niet te doen. Die vrouw was zo hard aan het knijpen. We hebben nu een gestolen fiets. €50. Ja, maar deze gaat terug naar de politie. Nou, de fiets is afgeleverd, de politie wil helaas niet in beeld. Maar voor degene van wie die fiets is, misschien zit je te kijken, misschien ken je iemand van wie die fiets is. Je kan hem ophalen op het filiaal Eitunnel 2 in Amsterdam. En nu moeten wij terug naar kantoor, want wij moeten nog een donatie plegen. Nou lieve kijkers, op het moment dat wij 6 afleveringen naartoe hebben geleefd is hier. We hebben een bedrag van €355,30. Daar komt nog eens €50 bovenop van vandaag. Dat maakt een bedrag van €405,30. Het is helaas niet €1000 waar we op hebben gehoopt, maar ik denk dat de voedselbank hier wel raad mee weet. Nou Bia, we hebben 6 afleveringen lang keihard geploeterd om een bedrag te bemachtigen. En we zijn uitgekomen op een bedrag van €405,30. Het is niet heel veel, maar ik hoop dat jullie hier wel raad mee weten. Deze in ieder geval voor jullie. Super. Ja, nou, ben je er blij mee? Ja, absoluut. Alles is welkom. Alle beetjes helpen. Het is een hartstikke mooi bedrag. We kunnen het geld ook heel goed. En bij deze zijn wij aan het einde gekomen van deze webserie. Willen jullie nou dat er een tweede seizoen komt? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En wie weet zien we jou in het tweede seizoen. Tabé!